Daar zijn we weer. Oh, ik ben blij, dames, dat ik mijn kantoor thuis weer op orde heb, zeg. Want kan ik weer lekker knutselen. Ik heb al mijn knutselspullen helemaal geordend weer. Dat is ook altijd fijn, hè? Alles weer even uitzoeken en kijken wat je weg kunt doen. Dus we zijn er weer. Dus ik kan weer lekker kaartjes gaan maken. Deze gaat even opzij. Ik had weer eventjes vandaag een keer iedereen getagd. Alle leden in onze Noor en Zo Facebookgroep. Want we hebben weer hele leuke prijzen voor jullie. Ik ga in deze live workshop 3 prijzen verloten. Dat doen we even na de live natuurlijk. Want dan komt het in jullie tikkiemandjes. Als eerste de foodtruck van Dutch Doobadoo. Die verloten we. Als tweede verloten we deze full card mal met die kerstboom. Van Dutch Doobadoo. En als derde heb ik een hele toffe set. Het ultimate scrap papier. Van Studio Light. Dat is een setje van een tientje. In winterthema. Dus die verloten we ook. Dus de vraag of je hem eventueel weer wilt delen op je eigen tijdlijn. Als je kans wilt maken op die prijs. Kijk eens hoe mooi deze papierset is. Dus een nieuwe winterset van Studio Light. Die verloten we ook. De prijzen gaan weer eventjes opzij. Alle tikkiemandjes zijn natuurlijk weer weggewerkt. De laatste gaan straks met DHL mee, maar volgens mij is alles verder afgewerkt. En dan gaan we weer lekker beginnen met nieuwe mandjes vandaag. Je mag natuurlijk voor deze mandjes ook al de nieuwe Kraftlab release bestellen. Hè. Daar zullen we echt de komende dagen ook nog wel een keertje live mee gaan om dat allemaal te laten zien, deze en ik. Waar ga ik vandaag mee aan de slag? Ik ga weer aan de slag met het papier Lente in de Lucht. Van Bella Lulu, dat is een setje van 5,99 papier met plaatjes. En ik heb een hele leuke Dutch Doobadoo mal die ik weer eens erbij heb genomen. Deze Dutch Doobadoo mal voor een pocketkaart op slimline formaat. Deze die kost 5,99. Kijk, daar kun je zo'n flapje mee maken en dan kun je er een pocket van maken. Die gaan we vandaag met elkaar eventjes maken. Nou, ik heb natuurlijk al het een en ander weer voorgewerkt. Dit zijn die gezellige printjes die ook in die papierset Lente in de Lucht zitten. Nou, als je dus die basis overneemt van Dutch Doobadoo, dan krijg je dit. Hier zitten ook al 2 van die plakrandjes aan. Daar neem ik zelf altijd een 3 mm tacky tape voor. Oh, die heb ik hier liggen. Ga ik even pakken. Het is misschien ook wel leuk als je een keer in onze nieuwe webshop een keertje kijkt. Onder het merk JJ. Ik moet altijd lachen, want die hebben echt al 100 jaar dezelfde klassieke verpakking. Maar het is wel herkenbaar. Ook die populaire foamstrips, die zijn bijvoorbeeld ook van JJ. Hè? Heel klassiek, maar die hebben heel veel basisplakmateriaal. Dus ook foamblokjes, foamtape, foamstrips. En gewone tape. Gewone normale tape, sticky tape. Alles staat er eigenlijk in. Dus we hebben er eigenlijk best wel veel nu van opgenomen in het assortiment. Dus kijk eventjes onder merken en dan kijk je naar JJ. De 3 mm tacky ga ik nu gebruiken. Want dan ga ik die plakrandjes even mee vastzetten. En dan hebben we dus zo meteen onze pocket daarmee gemaakt. Oh, ik zie al een mok met koffie voorbij komen. Nou, hier ook. Ik zit lekker aan een kopje thee. Lekker even wakker worden met een online workshop, dames. Nou, dat is toch gezellig, of niet? Even mijn... Ja. Beginnetje aan mijn tape maken. En ik ga straks nog even een rondje winkel ook doen, hè, dames. Want ook onder andere het nieuwe Gorgeous is binnen van Studio Light. Dat zijn zulke mooie producten. Ik had vanmorgen met Karen nog over. Die zei... Oh, ik heb zoveel Gorgeous, zei ze uit het verleden. Ze zegt, ik kocht het altijd alleen al omdat het er zo leuk uitzag. Dus ik denk, nou, daar heb ik nou ook toen ik het inkocht. Ik dacht, echt zo'n toffe verpakkingen. Deze pocket die komt hier dus zo meteen overheen. Hè. Dan moeten we wel dit binnenste deel al eventjes gaan beplakken. Ik doe dat met mijn EZ Tape Runner. 19,99 kost die.
Voor de lange halen snel thuis, zeg ik altijd. Als je die tape runner koopt, zit er al 45 meter tape zit erop. En je krijgt, je hebt eventueel losse navullingen, ook weer met cassettes, met ook weer 45 meter. Goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie weer even komen theeleuten met mij. Even lekker samen een kaartje maken. Kijk, dus hier ga ik even de beschermfolie natuurlijk van mijn pocket afhalen. En dan kan die zo meteen dichtgeplakt worden. Zo, goedemorgen. Ik heb het aan de verkeerde kant geplakt. Toch? Ja. Oh, wat dom. Ik heb mijn tape aan de verkeerde kant geplakt. Even opnieuw. Hij moet aan de andere kant, anders kan ik er geen pocket van maken. Bloopers met deze. Nou, ze zijn er weer. Oh, we hebben trouwens gisteren... Daisy en ik hebben... die staan nog niet in de webshop. Daisy en ik hebben gisteren... nog even besloten dat we volgende week vrijdag... Want de nieuwe release van Kraftlab, die is een weekje vervroegd. Die zou eigenlijk met ons Friends Festival er pas zijn. Maar hij ligt nu al volgende week vrijdag in de winkel. Dus dat is vrijdag 20 januari. En dan gaan we dus in de winkel, deze en ik, samen weer een keer gezellig een dagje een creativity demo doen. Dus dan kun je inderdaad bij ons op de koffie. Deze, ik ga gewoon door met jouw bloopers, hè. Ik neem het gewoon van je over. Maar vrijdag de 20e, dan doen deze en ik weer een creativity demo. Kun je lekker bij ons op de thee komen, dat is op de bovenverdieping. Ik weet dat 9:30 is geweest, Joke, dus we zijn ook begonnen. Je zit nu in de live waar je reageert. En wat ook nog leuk is, vrijdag de 20e... Dan is Jolanda de Ronde ook hier. Want bij haar mag je een gratis make and take komen doen met de nieuwe Gorgeous collectie. Mag je lekker zo'n gorgeous poppetje komen kleuren. Bij die Gorgeous release zit ook een nieuwe watercolor set. Dus je mag met een waterproduct komen kleuren. En dat is gratis. Allemaal op de bovenverdieping kun je lekker aanschuiven. Bij Jolanda of bij deze of mij. Dus ik zou zeggen, zet hem in je agenda. Mijn pocket is klaar. Dan ga ik aan de voorkant even natuurlijk een ander papiertje erop plakken. Nou, en voor iedereen die later aangaakt is, dus ik heb de prijzen al laten zien, hè, die we verloten in deze Tikkie Live. Ik zal ze straks nog wel een keertje laten zien. Maar je kunt dus lekker... lekker meedoen. Je kan ook meteen weer bestellen voor je Tikkie mandje als je dat leuk vindt. We beginnen weer met nieuwe mandjes vandaag. Nou, een grasrandje even van de mallen van Kraftlab. Vind ik wel leuk altijd, hè? Het wordt een soort tafereeltje. En dit is een plaatje dat zit ook in die set Lente in de Lucht. In die set Lente in de Lucht zitten 3 vellen met plaatjes. En het pakje Lente in de Lucht, dat is €5,99. Kijk, en dan ga ik die leukert hier, dat meisje met dat mandje, ga ik even in het gras zetten. De plaatjes doe ik eigenlijk altijd met Collal 3D Kit. Een tube 3D Kit met het spuitje erbij, die kostte €6,99. Oh, ik heb hem op zijn kop. Dus die zetten we zo even in het gras. En dat is dan de voorkant van onze pocketkaart. En dan gaan we hem vullen. Ik had als eerste een ideetje. Ik denk, ik ga gewoon een lang, smal kaartje maken. Ik weet de maat niet meer. Ik zal hem even voor jullie meten. Ik heb gemaakt voor in die slimlijn 18 bij 7. Ja, nou weet ik het weer. 18 bij 7. En daar doe ik ook weer een designpapiertje op uit de set Lente in de Lucht. Leonie, met 3D-kit, dan kun je je plaatjes een beetje opbollen. En dan wordt het niet zo plat als wanneer je het met foamtape doet. Dus
Met Color 3D Kit kun je echt een beetje vormen. Kijk, dit is ook een leuke, hè? Met die blommetjes aan de zijkant. Kijk nou, hoe leuk. Dus 18 bij 7. Oh, dan doe ik het weer fout. Zo, ik ben lekker wakker vandaag. Ik had bedacht, deze kleine, dit kleine label, die zit in onze tagstans, hè, van Kraftlab. Ik denk, als je nou gewoon een lang label wil maken, kun je eigenlijk gewoon de bovenkant van die tag kun je gebruiken. Want die steek je hier dan gewoon zo achter. Zorg dat ik het even netjes in het midden doe. Kijk, en dan heb je er zo een label van gemaakt. Hij zit scheef. Hij zit scheef. Beetje recht plakken. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Dan maak je zo je eigen lange label. Ja, Leonie, als je het gewoon met lijm erop plakt, dan zit je plaatje heel plat en heel vlak op je kaartje. Kijk, en nu is het in 3D. Heb ik er kit achter gedaan. Hier zullen we maar meteen even een lintje, denk ik, ook aanmaken. Even kijken of dat al lukt. Ik vind het altijd wel leuk als je door een gaatje van een label eerst een lintje haalt en daar dan een stukje hemkoord omheen knoopt. Dus hier heb ik zomaar even een stukje organza. Deze kan weer even vastgeplakt worden. Kijk, zo kun je gewoon labels maken zo groot als je zelf wilt. Je kan ze ook breder maken, hè? Maar dan heb je in ieder geval je bovenkantje van je label wat je kunt gebruiken. Nou, ik neem een stukje hemcord. We hebben van Vase hebben we... Het zwart is al heel lang niet leverbaar. We hebben wel het witte. 100 meter zit er op een rolletje voor €7,99. Ik gebruik eigenlijk meestal altijd het zwart en het wit. Maar we hebben ook heel veel andere leuke kleurtjes. Nou, we hebben nu in onze nieuwe webshop kun je ook makkelijker kiezen. Hè? We hebben de categorieën een heel stuk anders ingedeeld. Als je bijvoorbeeld naar de homepagina gaat en je gaat naar bekijk het hele assortiment, dan heb je dus links zie je de categorieën. En dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen van nou, ik wil alleen maar koord zien. Nou, koord hebben we dus van heel veel merken, maar dan krijg je dus wel het koord van alle merken op een rijtje. Ik kan me voorstellen dat je af en toe gewoon niet weet van welk merk het is, maar dat je gewoon koord zoekt. Kijk, wij weten natuurlijk vaak wel van welk merk het is, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus dat is veel makkelijker zoeken nu in onze nieuwe webshop. Kijk, dit is mijn label. Ik denk ik ga hier even een tekst op maken. En dat ga ik doen met de striped alfabetletters van Kraftlab. Dat zijn deze, dat is telkens een dubbele letter. Ik heb die ook op die A4 magneetvellen van X-Cut, bewaar ik die. Ik zal hem even in de verpakking laten zien. Het streepjesalfabet van Kraftlab. €26,99 kost die. Kijk, en hier kun je het zien. Hè? Dan heb je een letter met een streepje en er zit ook weer een stansje achter om te matten. Nou, een paar letters had ik al gemaakt. Ik ga het woordje liefst op dit label maken. En de S ga ik nog even ter plekke uitstansen. Kijk, die letters in het ras, die hebben natuurlijk allemaal die openingen en die streepjes. Als je dat met lijm wil gaan plakken, is dat best wel een geklieder. Hoe lossen we dat op? We hebben van Studio Light hebben we deze krafttape. Dat zijn rollen van €7,99. Dat is dus dubbelzijdig plak, wat je ook door je stansmachine kunt halen. Dus ik wil natuurlijk die kleine letter S met die streepjes. Ik heb de verkeerde stans liggen, dus ik ga deze even pakken. Die wil ik zo nog even uitgestanst hebben. Maar dan wil ik wel dat dit een sticker gaat worden. Dus dan neem ik mijn rolletje krafttape bij. Dan plak ik hier aan de achterkant plak ik een stukje tape erop. Dus je hebt echt daar niet zo heel veel van nodig, zie je wel.
snip je hem af. En ik wilde dit weer even in de live laten zien voor de mensen die het niet kennen. En dan haal ik dus de letter S met die streepjes. Ga ik even nu in de live door de stansmachine halen. Dan kunnen jullie dat ook zien. Ik heb natuurlijk mijn mini heavy doodle hier altijd voor het grijpen staan. Even kijken. Dus deze halen we er eventjes doorheen. Kijk, en dan zie je dat de mal dus door zowel je designpapier als je stickerpapier heen heeft gestanst. Bij die letterstansen, die hebben ook allemaal een uitdrukgaatje. Dus dat is op zich wel fijn. Kijk, als je het eruit gedrukt wilt hebben, haal je je letter eruit. En deze uitgestanste letter, dat is nu dus meteen een sticker geworden. Dus je kunt met een prikpennetje of zo, haal je die beschermfolie eraf. Kijk, zie je? En dan is het dus meteen een stickertje. Nou, ik zie allemaal mensen die nog lekker mee willen doen aan de winactie. We gaan natuurlijk de prijsjes verloten onder de mensen die weer bestellen voor een tikkiemandje. Ik zal jullie zo de prijzen ook nog even laten zien. En dan heb je zo je letter netjes op je ondergrondje geplakt zonder dat je dus geklieder hebt met lijm. Dus dat is de krafttape van Studio Light. Zit 10 meter op een rol. En die kost €7,99. Jullie mogen meteen in deze Tikkie Live mag je bestellen. Want onder de mensen die bestellen gaan we natuurlijk die leuke prijzen verloten. Ik zal ze nog eventjes laten zien. Als eerste verloten we de mal van de foodtruck van Dutch Doobadoo. De tweede prijs is deze leuke foldcard mal van Dutch Doobadoo met de kerstboom. En ik heb deze mooie set met papier. Het ultimate scrap papier van Studio Light. Dat is een set op 30,5, 30,5. Dus wil je kans maken, eventjes de live delen. En natuurlijk lekker meedoen aan de Tikkie Live. Nou, dan gaan we even het woordje liefs gaan we erop plakken. Dat doe ik niet met foam tape, want ik wil het gewoon even plat. Want het moet natuurlijk dadelijk, dit label moet in mijn pocket komen van mijn pocketkaartje wat ik al gemaakt had. Oh, ik vind dit papier ook al helemaal gezellig, dames. Nou, ik plak natuurlijk alles weer met de lijmpen van Dutch Doobadoo, hè. Dat weten jullie wel. Kan ik mooi gedoseerd mee lijmen. Maar dit is dus ook een heel leuk alfabet, hè, van Kraftlab. Heel erg basic is die. €26,99 het alfabet met de streepjes. En dan heb ik zo op mijn label heb ik het woordje liefst gemaakt. Kijk, zie je hoe leuk? Deze komt dan in de pocket. Voor de mensen die later aangehaakt zijn. Ik maak dus deze pocketkaart met een mal van Dutch Doobadoo. En dat is deze slimline mal met pocket. Die kost €5,99. Ja, Chris moet op het strafbankje, Trudy, hè, want die is te laat. Die heeft zich geslapen. Nee hoor, grapje. Ik dacht, ik ga er een beetje een soort loaded kaart van maken. Dus ik ga zo meteen nog wat erin steken. Hier had ik al in het printje zitten die leuke bloemetjes, hè. Maar die heb je hier ook nog in het papier ook nog los. Kijk, die heb ik ook nog weer uitgeknipt. Zo'n randje met bloemen zit allemaal in dat papier lente in de lucht. Ik denk, die ga ik hier nog even zo langs het randje plakken. Dat kleedt dan wel gezellig aan. Dus in die set, ik zal daar ook mijn losse vellen met knipsels nog even laten zien. Er zit echt al heel veel in. Waar je lekker uit kunt knippen. Even een paar vellen pakken. Ik heb er natuurlijk al veel in geknipt.
Kijk, maar dit soort losse elementjes zitten er allemaal in. Knoopjes. Maar heel veel losse dingen voor het voorjaar. Dus de set die heet Lente in de Lucht. En nu had ik me ook bedacht. Ik ga aan de voorkant nog wel wat bannertjes maken. Ik heb gemaakt Lente en Hallo. En dit zijn twee van die smalle bannertjes. Spring, het is lente, gaan we er zo van maken. Al deze bannertjes, die zitten allemaal, waar ik hem liggen, in de boekenleggerstand van Kraftlab. Dat is deze, die is €11,99. Heb je dus al die verschillende labeltjes zitten daarin. Ja, lekker toch Trudy, keer een voorjaarskaartje. Kijk, hier is ook wel weer leuk om die stukjes hempkoord aan te maken. Kijk, dan maak je gewoon zo voor jezelf een leuk labeltje met een koordje eraan. Nou, en Kitty zegt het ook al, ik kom het zelf ophalen. Er staan ook al heel veel mandjes klaar voor ons Friends Festival. Misschien denk je van, nou, ik begin alvast een mandje te verzamelen met wat ik allemaal graag wil op het Friends Festival eind januari. Het laatste weekend van januari is dat. Als je voor bepaalde dingen dus zeker niet mis wil pakken, dan laat je het gewoon klaarleggen. Zo, dus dat is het tweede. Kijk, deze ga ik straks op een label doen. Spring, het is lente. En ik dacht hier, hallo, ik zal jullie even die stempelset laten zien die ik daarvoor gebruik. Dat is de stempelset voorjaar. Die is ook van Bella Lulu. Er zitten heel veel leuke voorjaarsteksten zitten daarin. En hier dacht ik, hallo, fijn dat je er bent. Ik denk dat ik die ga stempelen. Die bannerteksten allemaal van die Bella Lulu stempel voorjaar, die passen dus weer precies in die smalle banners uit de boekenlegger van Kraftlab. De stempelset voorjaar, die kost dus €9,99. Die is van Bella Lulu als je die wilt bestellen. Ik neem even wat inkt erbij. Als ik scherpe afdrukken wil maken, net zoals dit soort kleine teksten, stempel ik altijd met de VersaFine stempelinkt. En dan neem ik in dit geval even de zwarte. En deze, ik weet even niet wat ze kosten. Ik weet niet of Joyce toevallig meekijkt. Kijk, we hebben van Studio Light hebben we deze acrylblokjes. Normaal stempel ik natuurlijk met een stempelhulp. Maar dit is maar klein, dan pak ik even een acrylblokje erbij. Studio Light heeft die acrylblokjes met dat raster erop. Als je dan een tekst wil stempelen, kun je mooi langs het lijntje leggen. Dus dan ga je niet scheef. Vanochtend had ik thuis gewoon een gewoon acrylblokje. Kijk, maar je legt hem hier precies op je lijntje. Nou, dan gaan we hem beinkten met VersaFijn. En dan gaan we netjes op het bannertje gaan we stempelen. Doe er even buiten beeld, dames, want anders zit ik er niet goed boven. Kijk hoe leuk. Zie je hoe mooi dat die, en scherp dat die afdruk wordt met de VersaFijn? Oh, Joyce zegt, het acrylblokje kost €3,99. Monika riep het ook al. Oh, fijn dat je hulptroepen altijd bij de hand zijn. Dankjewel, ladies. Die acrylblokken en zo, dat staat natuurlijk ook allemaal in de webshop, hè? Noraenzo.com. Als je denkt, nou, ik bestel liever online. Maar we gaan in ieder geval de komende week weer heel veel tikjes doen. Want er is weer zoveel leuke nieuwe handel wat we jullie graag willen laten zien. En het voordeel natuurlijk van bestellen in een tikkie is dat je gewoon iedere dag toe kunt voegen aan je mandje. Ik denk wel dat we deze week de mandjes laten staan tot donderdag. Want donderdag komt de nieuwe Kraftlab release binnen. Dan kun je die meteen meebestellen als je dat graag wilt. Dus de stempelset voorjaar die is €9,99.
Dit ga ik denk, nee, dat kan ik ook wel weer met Kit doen. Hier ook weer een lintje aan. Hallo, fijn dat je er bent. Die ga ik op de voorkant van mijn pocketkaart plakken. En dan ga ik dadelijk nog een label erin maken. Oh, ik zie dat Juliette weer kleurenwaaiers gemaakt heeft. We komen met een hele super gave nieuwe inkt, dames. Die gaan we lanceren op ons Friends Festival. Annette is daar al heel druk mee aan het spelen. Ik zal vandaag wel even een sneakje posten. Annette geeft daar op het Friends Festival een make and take mee. Dus je mag bij haar aanschuiven. En dat is een nieuwe inkt, een parelmoer inkt. Hij is echt, echt te gek. Wij hebben de eerste resultaten al gezien. Hij is tof, hè, Joyce? En het leuke is dus, het is een parelmoer inkt. Dus dat is echt wel vernieuwend. Dat hebben we ook nog helemaal niet. Echt een hele toffe parelmoer glans geeft hij. Die komt hier zo overheen. Hallo, fijn dat je er bent. Nou is Annette natuurlijk ook wel een kei in mixed media techniekjes, hè? Dus dat is echt... wordt heel tof. Dus als je naar ons Friends Festival komt, 27 en 28 januari... mag je lekker bij Annette aanschuiven en dan kun je hem komen proberen. Oh, hier, dit moet ik even wat langer vasthouden. Moet ik even een beetje geduld hebben. Dan kletsen we ondertussen wel eventjes. Kijk, met zo'n bannertje is het ook leuk als je hem in het midden dus een beetje omhoog zet. En hem dan vastplakt. Ik zal het dadelijk even close-up laten zien. Goedemorgen allemaal. Gezellig. Ik ga lekker over de top vandaag, dames. Mijn heel druk kaartje. Ik heb er zin in. Kijk, zie je? Hallo, fijn dat je er bent. Hier zit mijn label al in met leaves die ik had gemaakt. Diana, ik zal straks de info posten over de nieuwe inkt. Doe ik even na de live. Ik dacht, ik ga nog even wat leuks erop maken. Nog een extra label wat we erin gaan steken. Dan wordt het eigenlijk een soort loaded kaart. We hebben deze mini slimline stans van Kraftlab. Met dat mooie geschulpte randje. Zit ook die regenboog bij. Die had Monica ook bij haar unicorn kaartje gebruikt. Hè? De mini slimline stans met de regenboog. Die is €13,99. En ook weer even een klein tipje. Als je dus... het randje gestanst hebt en je meet precies de buitenkanten van de witte randjes op, dan zit je dus op 7,2, volgens mij bij 14,1. Ja, bij 7,2 bij 14,1. Als je dat precies uit wit snijdt, kun je dat precies achter je framepje gaan plakken. Dus dat gaan we ook eventjes doen. Dus het randje zetten we eventjes netjes in de lijm. En dan plakken we hem er even netjes op. Kijk, zie je? Dan past dat weer precies. En dan kunnen we daar dadelijk weer een gekleurd velletje in gaan plakken. Ik moet wel zorgen dat ik hem netjes op de rand heb. Anders sluit hij natuurlijk niet. Even zo. Hieronder nog even goed leggen. En dan weer eventjes wachten tot mijn Dutch Doobadoo lijm ook een beetje vast zit.
Juliette, als je gewoon op ringen zoekt in de webshop, dan zie je de verschillende kleurtjes zie je staan. Kijk, dus zo heb je dan meteen een mooi papiertje erachter geplakt. En bij die stans zitten ook nog meerdere frames om te matten. Kijk, je hebt deze en je hebt die. Ik heb nu eventjes de tweede gebruikt. Juliette, we hebben in de webshop een hele makkelijke zoekfunctie. Bovenin staat een groot zoekscherm. Als je daar zoeken indrukt, ringen, dan vind je ze. Kijk, deze is ook leuk, hè? Die stans, ook van die leuke detailtjes stans, die mini slimlijn stans. Deze plakken we hier dan natuurlijk weer in het midden. Dat is ook zo'n leuk zigzagje, zag je ook weer uit die set. Lente in de lucht. Deze komt hier dan zo weer in. En toen had ik bedacht, ik denk, nou, wat past daar nou nog op? Kijk eens, onze ovale stansen van Kraftflap. Oh, deze zegt er ook altijd, ik hou zoveel van allemaal in laagjes werken. De ovale stansen, ook niet te missen, die zijn €16,99. En die passen dus weer precies op die mini slimlijn. Heb ik ook weer in verschillende laagjes gedaan, ook weer uit het designpapier. En uit het witte cardstock. En ik dacht, onderaan heb ik ook weer een half ovaaltje met een grasrandje van Kraftflap gedaan. Want ik denk, dan kunnen we daar weer een leuk knoopje zo meteen inzetten. Zie je, dus dit wordt mijn ovaaltje waar ik mijn tafereeltje op maak. Pas de mini slimlijn stans door de Heavy Doodle. Even meten voor je, Nathalie. Ja, nee, hij past niet. Nee, kijk, hij is net te breed. Het randje gaat er overheen. Nee, dus die past niet door je mini Heavy Doodle. Daar heb je grote stansmachine voor nodig. Kijk, dus dit komt zo meteen hier weer op. En dat gaat ook weer als extra label in mijn pocketkaart. Leek me wel leuk. Nou, deze gaat er ook gewoon weer plat op. Dus dat doe ik niet met foamtape. Zou ik normaal natuurlijk wel doen. Maar ik wil ze in die pocket gaan steken. Dus dan houden we het lekker plat vandaag. En ik had nog een gnomie weer geknipt uit mijn papierset. Kijk. Wordt het niet te zwaar? Ja, je moet gewoon even kijken als je een kaartje verstuurt. Hè? Maar ik geef ze ook heel vaak als cadeautje. Dus deze komt hier weer op, mijn gnomie. Kijk, gnomie met die tulpjes in zijn hand. En het leuke is, als je dus met die papiersets van Bella Lulu werkt, hoef je dus niet na te denken. Je ziet alle kleurtjes mixen en matchen. Daar hoef je je dan geen zorgen over te maken als je dat lastig vindt. Kijk, en ook hier had ik natuurlijk weer leuke labels. Lente, die komt hierboven weer op. Nee, deze doe ik recht. Hoi Jos. En spring het is, die komt er dan natuurlijk weer boven. Dat is weer een leuk bannertje wat je er dan weer bij kan plakken. Daar doe ik ook nog even een koordje aan. Maria Hoek, de papierset, als je die wilt bestellen. Je kunt nu meteen in een Tikkie Live bestellen voor je mandje. De papierset die heet Lente in de lucht. En die kost €5,99. Dus als jullie iets willen bestellen, dames, probeer het goed te benoemen wat je wilt. Dus de naam en de juiste omschrijving, zoals wij het benoemen, dan weten wij wat er in je mandje komt. En dan komt het juiste erin. De mandjes blijven dus deze week staan tot donderdag. Want we krijgen ook donderdag Kraftflap binnen. De nieuwe Kraftflap release. Dan kan dat er ook nog bij als je wilt. Dan heb je het in één zending. Nou, dat leuke koord wat ik hier gebruik voor aan die labeltjes. Dat is het hempkoord van Vaassen. 100 meter voor €7,99.
En die labeltjes, die komen dus uit de boekenleggerstand. En dat is deze. En de boekenleggerstand is €11,99. Laura, nee, je hoeft niet te betalen om deze live te kijken. Je bent nu al aan het meekijken. Je kunt dus bestellen wat je wilt. Dan doen wij het voor je in een mandje. Op donderdag gaan we alle mandjes optellen. Dan maken we dus per mandje maken we een kassabonnetje van alles wat je besteld hebt. En dan krijg je van ons via Facebook Messenger krijg je het kassabonnetje en een tikkie om te betalen. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. We vragen jullie dus wel, dames, of je altijd mee wilt schrijven zelf wat je bestelt. Hè, zodat je weet wat er allemaal in je mandje zit. Nou, dit zijn dus die leuke bannertjes die ik met die boekenlegger heb gemaakt. Kijk, je hebt hier ook zo'n soort reinforcer wat je dus hebt om je bovenkanten van je bannertje af te werken. Zie je dat? Hoe leuk dat die zijn? Dus al die smalle teksten uit die stempels van Bellalula, die passen weer in deze banners. Nou, die komt hier weer bij. Spring, het is lente. En dan is dit eigenlijk mijn tweede label die ik in de pocket ga doen. Karin, de rol die ik gebruik om mijn letters plakbaar te maken, die heet Krafttape van Studio Light. En die kost €7,99 en er zit 10 meter zit erop. Dus die kun je natuurlijk ook voor je Tikkie Live bestellen. Daar had ik die letters natuurlijk plakbaar mee gemaakt. Kijk, het idee was nu om er een loaded kaart van te maken. Ga ik deze lekker ook nog erbij steken in mijn pocket. Even netjes doen. Kijk, zie je hoe leuk? En zo heb je dus een labelkaart. Deze kun je natuurlijk allebei ook weer eruit halen. Met twee verschillende... Marion Zijta, we verloten na de Tikkie Live verloten we de prijzen onder de mensen die besteld hebben. Dus je hoeft er niet bij te blijven. Die prijswinnaars, die posten we in onze Facebookgroep. Nou, kijk, zie je hoe leuk, dames? Ik heb er dus een pocket van gemaakt. Dit is een pocketkaart. En dit zijn de losse labels die ik erin gestoken heb. Eentje met het woordje liefs. En dan nog die mini slimlijnstans. Dus... De basis, daar heb ik een... Hey Antoinette, goedemorgen. Een mal van Dutch Do Badoe voor gebruikt. Dat is deze tekenmal, de slimline mal voor de pocket. En die kost €5,99. Hier zit ook zo'n leuk geschulpt randje. En dan heb je zo'n dubbele rand. Hè? Dus je kan eerst uit wit tekenen en knippen. En dan het designpapiertje weer net een maatje kleiner. Nou, die leuke letters die ik had gebruikt voor het woordje liefs. €26,99 is het streepjesalfabet. En ik zie dat jullie ook al weer veel het papier aan het bestellen zijn. Ja, die blijft ook zo leuk. Hè? Lente in de lucht. Ik ben al aan mijn zoveelste pakje bezig. En het setje lente in de lucht, die is €5,99. Gezellig voorjaarstaffereeltje, toch? Leonie van de Heuvel, geef even aan wat je wilt bestellen. Als je zegt die mal... Dan weten we eigenlijk niet wat je bedoelt. Oh, je bedoelt de Dutch Do Badoe mal, denk ik. Maar omschrijf allemaal even goed, dames, wat je wilt bestellen. Dus roep niet die of die ik net gezien had. Roep het merk en de omschrijving. Dus het is de Dutch Do Badoe mal van de slimline kaart met pocket. En die is €5,99. Ik ga jullie ook nog even het nieuwe Gorgeous laten zien, dames. We gaan even de winkel in, want die is echt... Oh, de nieuwe release is zo tof. Monika is er morgen ook, hè? Die zei al, ik kom morgen ook even kijken bij het nieuwe Gorgeous. Die gaat morgen ook kleuren bij Joyce. Morgen is er namelijk, als je je nog op wil geven, dat kan trouwens nog wel. Morgen is er een hele leuke workshop met Dace en met Joyce. Dan gaan we Kraftlab kaartjes maken. Voor de middag mag je bij Joyce Beertje Ted komen kleuren met Copic. Dus dan krijg je Copic kleurles. Na de middag dan mag je bij Dace een heel leuk kaartje erbij komen maken. Dat is niet dit kaartje. Maar die staat dus op onze agenda. Daar kun je nog gauw voor opgeven voor morgen als je dat leuk vindt. Nou, deze had ik maandag gemaakt met de knutsel mee samen met deze. Ik heb hem eerlijk gezegd gisteren pas afgemaakt. Het was er nog niet eerder van gekomen. We hebben voor deze kaart heb ik de
tropical inlaymal gebruikt van Kraftlab. Met die tropische blaadjes. Dat is deze. En die is €19,99. Dan kun je dus ook via onze Tiki ook bestellen. Nee, er is geen live verbinding met de workshops. Marion, we hebben wel het online abonnement. Dat is voor €10 in de maand. Krijg je 2 video's per week. En daar zit ook kleurles in. Dus dat zijn online lessen. Die hebben we wel. Ik heb op dit kaartje heb ik op de achtergrond. Ook met inkt. Dat filmpje kun je ook terugkijken. Hè. Die staat ook op ons YouTube kanaal. Ook een blaadjespatroon gemaakt. En daar hebben we dit layering mask voor. En dat wil zeggen dat je dus in 2 laagjes een patroontje kunt maken. Dus met verschillende kleuren inkt heb ik gewerkt. €5,99 is het mask stencil van de Tropical Leaves. Kijk, en dan krijg je dus dit effect als je dat in verschillende kleurtjes over elkaar heen doet. Het papier wat ik gebruikt heb, dat is het blokje Jungle Out There van Kraftlab. Allemaal dieren en animal printjes. Maar ook effen zit erin. €6,99 is het papierblokje Jungle Out There. En kijk, hier heb ik bijvoorbeeld het effen gewoon voor gebruikt. Want daar wilde ik weer een tekst op stempelen. Ik zat even te zoeken van welke tekst past hier nou bij. Happiness is jumping in a pile of leaves. Ik denk, nou, het kunnen natuurlijk ook tropische blaadjes zijn. Nou, ik zie hier al veel dames voorbij komen die inderdaad ons abonnement hebben. We hebben ook heel veel nieuwe abonnees gekregen de afgelopen tijd. Die tekst die ik zocht, die komt uit deze stempelset van Kraftlab. Believe heet die. Fill the season with warm memories. Happiness is jumping in a pile of leaves. Die had ik dus gebruikt. Als je iets met blaadjes doet, I believe in you. En er zit nog een gnoompje bij met een pompoen die je zelf in kunt kleuren. Dus de stempelset Believe, die is €6,99 als je die wilt bestellen. Dan ga ik jullie even het nieuwe Gorgeous laten zien, want dat is zo tof. Mooie rubberen stempels, hè, dat weten jullie wel. Er zijn 2 grote rubberen stempels. En ik zal even de namen noemen. Dan kun je hem bestellen met de juiste naam. Wild Ruby is dit. Met die poesjes erbij. Oh, dat is een echte Monica stempel. Dus mooie rubberen stempels. De grote stempels zijn €8,95. Dit is de tweede. Oh, kijk hoe leuk. En de tweede die heet Little Foxes. Met kleine vosjes erbij. Marion, er zijn er meer hoor. Die vanuit Friesland en vanuit Groningen deze kant op komen. Dus uit het hele land komen ze hier lekker shoppen. Little Foxes. Deze rubberen stempel die is €8,95. Nou, dan is er verder. Ik vind de verpakking alleen al zo tof. Hè? Alleen daarom al zou ik het al kopen. Stickervelletjes. 4x2 designs. Dus je krijgt 8 vellen met stickers. Voor €6,99. Ik wist het, Monica. Ik zei al, dat is een Monica stempel. Wild Ruby. Dan is er een hele leuke set met embellishments. Kijk, dat is deze. Daar zit ook van alles in. Daar zit, even kijken hoor. Zelfklevende pareltjes zitten erin. Wit lint zit erin. Stansvelletjes. Kijk, die zie je hier ook op de achterkant. Hoef je lekker niet te knippen. En op die stansvellen zitten ook leuke labeltjes en zo zie ik. De embellishment set van Gorgeous, die is €10,99. En dan zijn er 3 leuke kleine stempeltjes. En de kleine stempeltjes zijn €4,99. Ik zal de namen eventjes noemen. Kijk, deze ook weer. Volgens mij is het een soort hondje. Little Red Riding Hood. Een soort rood kapje is dit eigenlijk. En dan is er als tweede dit kleine stempeltje. Tall Tales. Tall Tales, dat is de tweede. Die verpakking. Kijk nou hoe leuk dat verpakt zit. Oh, deze met die kids. Seven Sisters heet deze. De 7 zusjes. Goedemorgen, Christine. Kijk lekker even mee. We zijn het nieuwe Gorgeous aan het laten zien. Er zijn ook stansmallen bij de release van Gorgeous. 2 verschillende. De eerste is deze ovale stans.
Mooi filigraan is die. Zien jullie dat? 14,99 zijn de standsmallen. En de tweede is ook een hele leuke. Daar kun je dus een label mee maken. Oh, kijk eens. Aan een label heb je gewoon zo'n soort stans van een strik. De stans van het label is ook 14,99. En dan is er een toffe set met designpapier. 5x2 vel dubbelzijdig bedrukt papier. Het is 8x8, dus het is 20 bij 20 centimeter. En de set met designpapier, die is 14,99 van Gorgeous. Karin, zullen we zo even die map laten zien en dat watercolor setje? Deze is ook zo leuk. Volgende week vrijdag, dus 20 januari, dan mag je dus bij Jolanda de Ronde hier in de winkel een leuk stempeltje komen kleuren. En daar maak je dan ook meteen een label bij op die labelstans van Gorgeous. En dit is het watercolor setje. Die maken we daar ook eventjes open. Hier ga je dus ook mee kleuren. Er is zo'n mooie map is er uitgekomen. Includes curiosity stamp and one storage sheet for collectibles. Dus het is een hele mooie opbergmap van Gorgeous. Hij kost €49,99. We gaan even samen gluren wat erin zit. Er zit ook een stempel. Oh, hier zit een stempel bij. Kijk, zie je? Oh, dat is leuk. Dat zal wel een exclusieve stempel zijn die je dan... kun je die eruit halen? Er zit een beetje geplakt. Bij die opbergmap krijg je dus ook een stempelset bij. Dat is deze. Oh, kijk eens. Oh, met die sleutel. De stempelset Curiosity krijg je dus bij. De bewaarmap krijg je die erbij. En... Oh, dat is leuk. Oh, kijk nou. Hier zitten dus precies de vellen in van de stempels die uitgekomen zijn. Dus als je dat allemaal gaat sparen... Kijk, dan heb je hier dezelfde... Zeg ik het goed? Kijk, welke heb of is het wil ik... Nee, hier heb je bijvoorbeeld Little Red Riding Hood. Die past hier dan precies in. Oh, dat is leuk, Karin. Oh, dat moet uit de verpakking. Ja, het moet wel uit de verpakking, maar dan kun je daar de stempel kan in doen. Dat kan hij hierin. Ja, goed bedacht. Dus... Dat is de map. Daar zit dus één zo'n vel zit erin, denk ik, Karin. Ja. En dan zijn er nog losse navullingen. De map met de stempel en dat ene vel erin. Die is €49,99. Helemaal mooi. Kijk, mooi handvat eraan als je het mee wilt nemen. Oh, die bedrukking is wel echt heel leuk. Ja, is geweldig. En dan zijn er nog aanvullende sets. Met die pocket sheets. Die zijn €18,99. Ook weer die bedrukte sheets. Even kijken of dat hier nog een extraatje in zit. For storing your large klinkstems. Dus die grote klinkstems. Ja, die moet hier. Kijk, die kunnen hier dan zo weer in, hè? Ja. In die opbergmappen. Wat een mooi systeem, hè? Ja, supermooi systeem. En ook dat er al bedrukt is. Dus echt, moet zeggen, gisteren kwam het binnen. Hebben echt al wel de nodige mappen ook weer meteen verkocht. Dus alles van Gorgeous kun je ook in je tikkiemandje laten doen. Zullen we deze nog even openmaken? Ja. We laten het watercolor setje nog even... Ja, het is een licentieproduct, hè, Els? Dus daar moeten royalties over betaald worden. Dus een licentieproduct, dat is hetzelfde als je iets van Disney of zo koopt, kost altijd extra. Een leuk watercolor setje. Oh, hoe schattig, ja. Met van die napjes om plaatjes in te kleuren. Sandy van de Oetelaar, de map, die kost €49,99. En daar zit die stempel zit daar dus bij. Het watercolor setje, die is €24,99. Maar daar mag je dus gratis mee komen kleuren bij... oh, hier staat je ook achterop. Mag je meekomen kleuren vrijdag 20 januari hier in de winkel bij Jolanda de Ronde. En dat is gratis. Waterpenseeltje zit erbij. Heel leuk setje vind ik zelf. Ja, zit erbij. Nou, de winkel is natuurlijk ook weer open. Dus we hebben lekker de nieuwe Gorgeous in de winkel liggen als je wilt komen shoppen. Je mag ook voor je tikkiemandje bestellen. We beginnen vandaag dus weer met nieuwe tikkiemandjes. Marianne is ook weer flink aangevuld naar aanleiding van de kaartjes van Anouk. Deze heeft ze gemaakt met de grote patchwork mal van Marianne. Dat is deze mal. Die grote cirkel met die verschillende vakjes. Zitten heel veel extra stansen zitten erbij. €16,99 kunt die. Kost die. En hier heeft ze een heel leuk zakje met bloembolletjes gemaakt. Kijk eens hoe grappig. Ook allemaal met de nieuwe release. Wil jij de spulletjes even laten zien, Karin, die erbij liggen? Ja, hier zit de groene stempel. Waar heb je die stempel laten? Oh, die had ik net daar tegenaan gezet. Daar ligt die. Oh.
dit zakje heeft ze de backtopperstand van Marianne gebruikt. Dat is een collectibles mal. En die kost €14,99. Er zitten ook allemaal van die leuke accessoires zitten erbij. Laura, nee, wij zijn op zondagen niet open. Wij zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 4. Madeliefje, ook een populaire. €7,99. Nee, die heeft ze uit de... Nee, dat is een papiersetje, maar die hebben we niet meer. De klokjes heeft ze hierbij gemaakt en de hoge grasrand. Klokjesmal is €7,99. De hoge grasrand ook €7,99. Dus er zijn 3 nieuwe standsmallen van Marianne. Dit is ook een nieuwe mini slimlijnstans. €11,99 kost die. Met die 2 cirkels in kun je dus van alles uit laten piepen. En het nieuwe klavertje, die is ook populair. €7,99. En hier heeft ze dus de tekst. Ik hou beren veel van jou uit de nieuwe stempelset gebruikt. Er zitten heel veel leuke teksten zitten daarin. Ook allemaal met teksten over hartjes. Je hebt een hart van goud. Echte rijkdom zit in je hart. Een lief berichtje voor jou. Ik hou beren veel van jou. De stempelset die heet een speciaal plekje in ons hart. En die is €8,99. Kijk, en hier had ze... Oh, dat is ook een leuk kaartje. Wil je die even eraf halen? Ook dadelijk Karen, die bovenste. Dan wil ik ook even laten zien. Verder is er deze maand nieuw een gietertje van Marianne. En de gieter die is €6,99. Dat is deze mal. Dan kun je dus al die bloemetjes kun je daar ook weer inzetten. En ook deze twee. Ja, hier ook weer. Kijk, die is ook leuk. Die Karen nu laat zien. De klokjes, de madeliefjes, het gietertje wat ik net liet zien. Klokjes en madeliefjes zijn allebei €7,99. Kijk, en dit is zo leuk. Anouk heeft hier bij die gieter, heeft ze druppeltjes uit laten komen. Zie je, die zijn mooi transparant. En dat heeft ze met de 3D Glossy Pen van Studio Light gedaan. Dat is een beetje troebel als je dat aanbrengt. Maar dat droogt dus transparant, droogt dat op. En de lieve heersbeestjes zijn ook eindelijk weer binnen. Die Die daarop? Kijk, zie je? Ja, die zag ik. Die inemini lieve heersbeestjes. Moeten we daar even kijken, want die heeft Antoinette ook allemaal op haar kaart gebruikt. Kleine lieve heersbeestjes en al die kleine klavertjes. Oh, €5,99. Ja, die zijn schattig, hè? Ja, heel leuk. Zijn zo mini. Ja, ik dacht, die hebben we niet. Ja, die zijn van de week weer binnengekomen, want die waren op. Hartstikke leuk. Christa, ik weet niet of jouw mandje afgewerkt is. Ik weet niet of je een afhaalmandje had of een mandje om te verwerken. Maar alles van vorige week is eigenlijk afgewerkt. Kijk, hier zitten ze ook op. Kijk nou hoe schattig. Antoinette heeft ze hier op dit lentekaartje ook gebruikt. Kijk, zie hoe leuk, Karin. Hier heeft ze allemaal. Oh, wow. En ook, ook al die kleine klavertjes heeft ze hierbij gebruikt. Heel leuk als je dan bij die lieve heersbeestjes ook weer met die zwarte molotovmarkers, weet je wel, die set 1... Als je daar zelf van die stippellijntjes bij tekent. 4 Molotov markers van die fijne multiliners is €9,99. En hier zit ook weer het klavertje op van Marianne. Hè? Die is €7,99. Kijk maar, zie je? All over van die lieve heersbeestjes en van die klavertjes. Echt superleuk. Het woordje lente... Dat is ook een Dutch Doobadoo-mal. Die is €4,99. En ze heeft daar ook nog het papier. Ik ook van jou heeft ze daarbij gebruikt. €5,99 kost die. En daar zitten dan ook die gnoompjes en zo. En die ijsbeertjes zitten daar allemaal in. Pandabeer, ik zeg het fout. Dus €5,99 voor ik ook van jou. Zullen we deze zo ook even openmaken, Karen? Want die heb ik eigenlijk nog niet open laten zien. Dus de lieve heersbeestjes, de mini lieve heersbeestjes... nee, abonnement kan niet, je tikkiemandje. Dan moet je online bestellen, want dat gaat via de bank. €5,99 zijn de kleine lieve heersbeestjes. Dit is ook een heel leuk nieuw setje. Karen gaat hem zo even laten zien. Een nieuwe slimline set van Dutch Doobadoo. Sweet Polar Bears. We hebben hele leuke kaarten van Corrie, zullen we dadelijk laten zien. 2 vellen met uitdrukkertjes. Kijk hoe schattig. Dus ijsbeertjes in het thema Valentijn. En dan zit er designpapier op slimlijnformaat zit erin. We bladeren er even doorheen. De nieuwe set Sweet Polar Bears, die kost €6,99 als je die wilt bestellen. Sweet Polar Bears. Kijk, en daar hebben we deze leuke kaart, heeft Corrie daarmee gemaakt.
Ik had hier de spullen er ook al even bij gelegd. Een slimlijnkaartje in het midden, gewoon zo'n uitdrukplaatje van die beertjes. Corrie heeft hier ook weer de ovale mal op gebruikt, die ik net ook op mijn mini slimlijn had gebruikt. Hè. Ovale stansen van Kraflab 1699. En dit is de stempelset Lieve Vriend. Oh, gaat dat goed? Volgens mij viel er iemand. Ik weet het niet. Of een trapje viel er, hoop ik. Ik vind je bijzonder lief. Daar kun je allemaal deze leuke teksten mee maken uit die stempelset Lieve Vriend. En die kost €6,99, de stempelset. En deze papiertjes, die zitten dus ook allemaal in dat setje. Hè? Dat setje Sweet Polar Bear die ik liet zien. Ik heb nog een kaartje wat Corrie ermee gemaakt heeft. Kijk, deze leuke. Gewoon allemaal een leuke sketch gemaakt. Leuke vierkantjes achter de plaatjes. Die kleine cadeautjes, ja, die zitten er ook in elkaar. En die kun je zelf uitknippen, denk ik. Hier? Het zijn losse elementjes, denk ik, die ik erop heb gemaakt. Kijk, zie je? Ja. Kleine cadeautjes ook nog om het leuk aan te kleden. Een stukje, een blondetje, een lolly. Ja, superleuk voor aankleding. Ja. Dus Sweet Polar Bears, €6,99. En dit toffe kaartje heeft Corrie er ook mee gemaakt. Oh. Die zetten we weer eventjes terug. Nou, maandag hebben Monica en ik weer iets nieuws gedaan. Hè? We hebben nieuwe lives bedacht op maandag. Die gaan we noemen Er Was Eens. Omdat we natuurlijk allebei heel graag tafereeltjeskaartjes maken. Ik ben maandag aan de slag gegaan met de unicorn spulletjes van Dutch Doobadoo. Ik had deze mal gebruikt. Monica de andere, we hadden er ook een pakketje van jullie voor gemaakt. De losse slimlijnstanzen we hebben met de druppeltjes en de rechthoekjes. Die zijn €4,99. En het slimlijn setje, dat is hetzelfde als van die polar bears wat ik net liet zien. Dus op slimlijn formaat, maar dan met unicorns. Dat is €6,99 en we hebben een bijpassend knipvel. Ook met unicorns, dat is €1,99. Daar heb ik deze tekst uit gebruikt. Denk je van nou, ik ga die vier producten samen shoppen. Dan betaal je in plaats van €18,99 betaal je €14,99. Dus dan krijg je een leuke korting. Dus dat is het unicorn kaartje wat ik ermee gemaakt had. Volgens mij hebben we dan het meeste wel laten zien. Deze had Antoinette van de week ook nog live gemaakt, hè, met het groentekraampje. Oh, die malletjes zijn ook binnenkwam en die liggen ook aan de andere kant. Twee malletjes met van die plantjes. Zie je dat? Naast de lieve heersbeestjes. Deze die hadden we vorige keer ook niet. Die hebben we nu wel. Antoinette had natuurlijk live het groentekraampje gemaakt. Het groentekraampje van Dutch die is €4,99. Kijk, deze is leuk met zo'n soort... Ja, het is geen étagère. Ja, wel een soort étagère, zie je dat? Ja, is voor en planten. En allemaal plantjes, potjes. Welkom staat hier ook nog bij. Kijk, die heeft ze hier ook weer aangehangen. Dit is, zullen we deze maar even noemen, de grote craftable stand van de plantjes. Kijk, zie hoe leuk deze is. En hier kun je dus allemaal bloemetjes mee maken. Dat is ook leuk, Karin. Ja. Hier op die stokjes. En dan heb je hier de losse bloemetjes erbij. Kijk, dat is wel een leuk effect. Kun je dit dus mee maken. Maar ja, je moet het inderdaad eventjes zien, hè. Daar is het dan. En hier heeft ze er ook weer zo'n hangplantje van gemaakt. Kan dan ook met deze basket. Dus de grote set met de plantjes... Van Marianne, €9,99. Oh ja, en ze heeft onze gardening gnomen bijgebruikt. Uit de Dutch Doobadoo release. Meisjes en een jongens gnome. €4,99 kost die. En deze video kun je natuurlijk ook weer terugkijken op ons YouTube kanaal. YouTube.com/Noor en zo. Want ze had hem zelfs... stond hij nou net niet daar bovenop, Karin? Welke? Ja, ik dacht dat ik er daarin had staan in 3D. Of is hij nou weg? Misschien gevallen. Is je erachter gevallen? Ja. Oh, want ze heeft hem in 3D ook gemaakt, het groentekraampje, in die live. Dus dat is wel leuk om te laten zien. Kijk, zie je? Zo lijkt het net een 3D kraampje. Hier is trouwens ook weer het papier lente in de lucht voor gebruikt. Die ik net ook in mijn live had gebruikt. Het blijft echt een hele leuke set. Lente in de lucht, €5,99. Leuk, hè? Zullen we nog even die kaart van Lia laten zien? Daarvan de, voor de koffie en kaart. De eerstvolgende koffie en kaart workshop met Lia op woensdagmiddag, die nog niet vol is, is woensdag 1 februari. En dan mogen jullie dit toffe model komen maken.
Zie je hoe gaaf dat die is? Banderolletje eromheen. Dat is met het papier Donuts About You van Kraftlab. En die workshops zijn altijd op woensdagmiddag. Die beginnen om 1 uur. En de kosten zijn €12,50. Leer je dus altijd een leuk modelkaart maken. Die kun je dus ook via onze webshop kun je opgeven. Volgens mij waren er gisteren nog 5 plekjes. Maar als die vol is, is die ook echt vol. Dus woensdag 1 februari opgeven via de webshop. Leuk is die, hè? Dat papier is ook leuk, hè? En al die losse elementjes zitten ook allemaal in dat papier. Dus daar kun je gewoon je kaartje lekker mee aankleden. Dan laten we nog even, Karin, die 2 projecten van het abonnement zien. Want die staan ook hier. Ik had het al een beetje verteld. Als je dus een abonnement neemt voor onze online workshops, krijg je dus 2 video's in de week. En dat is iedere keer een heel leuk kaartmodel of een doosje, of het is kleurtechniek, of het is mixed media. Het is echt van alles komt er voorbij. Deze driehoekkaart die staat er bijvoorbeeld ook in. Dat was een ideetje van Nathalie. Dit kaartje heeft Gelinde ermee gemaakt, maar die heeft ook dat modelletje uitgewerkt. En dit is zo'n tof doosje. Die is ook al zoveel voorbij gekomen. Het doosje wat Nathalie had gemaakt, die staat ook in de online video's. Maar deze had Anouk gemaakt ook voor de demo. Een tientje kost het dus per maand en dan krijg je dus 2 video's per week stap voor stap uitgelegd hoe je iets moet maken. Iemand zei ook, heb je daar veel spullen voor nodig? Nou, dat heb je eigenlijk niet, want je kan het altijd gewoon maken met de spulletjes die je natuurlijk al hebt. Het gaat echt om de modelletjes. Dus dat was wat we jullie in deze Tikkie Live weer wilden laten zien. De winkel is open, dus ik zou zeggen, kom lekker shoppen. Danken wij jullie weer voor het kijken en dan zien we jullie graag snel weer. Tot dan! Doei doei!